MG is eigenlijk nog maar een goed jaar bezig bij ons en toch zijn ze hier al met hun tweede model, de EHS. Daar hangt nu eigenlijk wel een iets of wat apart verhaal aan en in plaats van dat ik dat doe, hebben we hier vandaag Bart Hendricks, de woordvoerder van MG. Dag Bart. Dag Steven, welkom bij MG. Ja, dank u. Ja, de EHS, net als de ZS een SUV, is deze ook vol elektrisch? Nee, deze is een plug-in hybrid. Dat wil zeggen dus dat we een verbrandingsmotor hebben, elektromotor, die we ook kunnen opladen via de kabel. En dat heeft toch wel enkele serieuze voordelen. Eerst en vooral, door het feit dat je die twee motoren kan combineren, kom je aan een gezamenlijk vermogen van 258 pk. Dus dat is, ja, dat gaat goed vooruit, dat is plezant. Maar dat geeft ook voordelen op het gebied van CO2-uitstoot. 43 gram voor dit type wagen is toch wel echt aan de lage kant. Een WLTP brandstofverbruik van 1,8 liter. En hij kan ook autonoom 51 km rijden, puur op de batterij. Dus toch heel wat voordelen voor die wagen. En dan het grootste voordeel denk ik nog is vooral zijn prijs. €32.485 voor deze wagen en 7 jaar garantie. Dus ik denk dat we een winnaar hebben. Is dat ook in het interieur het geval? Vast en zeker. Dus ga kijken? Ja, graag. Ja Bart, de EHS. Net zoals de ZS is dat een SUV, maar hij ziet er met toch een heel stuk kloeker uit. Is dat ook zo of is dat gewoon optisch bedrog? Absoluut. Deze EHS is een compleet nieuw model. Groter, breder en ook veel meer ruimte in natuurlijk, zowel achteraan als vooraan. En wat vooral opvallend is eigenlijk het design van het dashboard. Dat is toch wel iets waar de MG enorm op aan het werken is. En we gaan het ook zien in de modellen die gaan komen, dat styling voor hen toch wel heel, heel, heel belangrijk is. Ja Bart, we hebben die MG is nu al een aantal keer gevallen, maar als merk is dat toch eigenlijk vrij onbekend hier in ons land. Dat maakt dat de mensen het misschien ook minder gaan beminnen, maar ik vermoed dat er redenen genoeg zijn voor de mensen om toch eens hier in de showroom binnen te stappen. Wel, eigenlijk wat je moet weten is dat MG in China een heel groot merk is. Hè? En zij behoren tot de SAIC-groep. En die SAIC-groep is vrij onbekend in Europa, maar dat is wel de zevende grootste constructeur ter wereld. Met toevallig 7 miljoen wagens geproduceerd vorig jaar. En dus qua vertrouwen en qua ervaring is dat toch wel een hele belangrijke zaak om te weten. En het is ook niet toevallig waarschijnlijk dat ze daarom ook 7 jaar garantie geven. Dus heel wat troeven eigenlijk om de mensen toch naar de MG showroom te laten afzakken en onze producten te leren kennen. Dat is heel duidelijk Bart, dankjewel. Allereerst wil ik Bart bedanken voor zijn deskundige uitleg. U uiteraard bedankt voor het kijken. Wil u nu meer info over de EHS of MG in het algemeen? Bezoek dan zeker onze website. Dat is showroom.autogids.be of showroom.autowereld.be. Dat was dat dan voor mij. Tot de volgende!